De Graafschap neemt het vrijdagavond op de eigen Vijverberg op tegen Jong PSV. In het duel met de jonge Eindhovenaren wil de ploeg van trainer Mike Snoei terug naar de vorm zoals ze had in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Dan wordt dat je vertrekpunt, maar dat niveau hebben we daarna niet meer aangetikt. In ieder geval niet in een hele wedstrijd. In gedeeltes, wanneer je uit naar Excelsior moet, dan is het lekker als de ploeg daar toch die overwinning pakt. Maar dat was meer vanuit een hele goede mentaliteit toch nog voor die overwinning gaan. Nou, NEC thuis, moeizame eerste helft, maar een hele aardige tweede helft. Dus ja, we zijn in die eerste wedstrijden van de competitie bezig om het beter op elkaar af te stemmen. Mocht Cambuur vrijdagavond punten laten liggen, kan de Graafschap de eerste periodetitel nog pakken. Het is niet het hoofddoel, maar het is wel natuurlijk. Als je iets kan bereiken als team, dan willen we dat ook. En natuurlijk kijken we dan met schuin oog naar. Maar het is niet, wat ik zeg, het is niet het hoofddoel, maar je wil hem altijd wel meepakken. Snoei ging dinsdagavond zitten voor het duel tussen Jong PSV en NEC en vindt dat de Eindhovenaren een ploeg hebben staan waar de Graafschap rekening mee moet houden. Dat zag je ook 2-3 jaar geleden met de Gakpo's en de Donny O'Malens en de Mauro's. Zo'n lichting hebben ze weer, dus met enorm veel prachtige talenten. Alleen, moeten nog een stapje zetten, maar maken het NEC enorm moeilijk. Kunnen zelfs op 2-0 komen op een bepaald ogenblik. Dus respect voor dit soort ploegen, want die zet je niet zomaar aan de kant. Tegen jongteams weet je gewoon dat ze, geef je ze de tijd, dan kunnen ze hartstikke goed voetballen. En ze spelen niet voor niks natuurlijk bij die clubs, zoals PSV, Ajax, AZ, noem maar op. Alleen dan moet je zorgen dat je dat compenseert door als team goed te staan. En zorg dat je verdedigend ze de tijd niet geeft en daardoor in het duel komt. En aan de bal hebben we hebben ook natuurlijk zelf wel het vermogen om kansen te creëren. En, dan moeten we ook nog mee aan de slag. Dat kan ook nog beter.